Hier gaat het allemaal om. Als laatste overeind blijven, terwijl je de tegenstander op alle mogelijke manieren in het water in laat vallen. Gisteravond streden de Juliana School en de Beatrix School om de titel tijdens het jaarlijkse boegsprietvechten in Dubbeldam. De Beatrix School heeft de strijd gewonnen. De eerste plaats is bij de meisjes in handen van Kim Groeneveld en bij de jongens heeft Jesse Teesing de eerste plaats behaald. Het boegsprietgevecht is een Dubbeldamse traditie in de aanloop naar Rommeldam, de rommelmarkt van aankomende zaterdag.